Ik ben Kim Putters. Ik ben directeur van het Sociaal- en Cultureel Planbureau en hoogleraar beleid en sturing van de zorg aan de Erasmus-Universiteit in Rotterdam. De Nederlandse verzorgingsstaat staat aan de vooravond van de grootste herzieningen die we ooit gekend hebben. En die worden vormgegeven door de decentralisaties naar het lokaal bestuur op het gebied van werk, inkomen, zorg, maatschappelijke inzet, vrijwilligerswerk. SCP, het Sociaal-Cultureel Planbureau, onderzoekt op al die terreinen hoe het gaat met Nederland en twee jaarlijks brengen we de sociale staat van Nederland uit. In de sociale staat van Nederland uh, van 2013 heeft het SCP geconstateerd dat het met het niveau van kwaliteit van leven in Nederland er heel goed voor staat. Het is hoger dan ooit, maar tegelijkertijd hebben we ook voor het eerst in 30 jaar een achteruitgang moeten constateren. Waar komt dat door? Nou, dat komt eigenlijk omdat in een kleinere groep van de bevolking, zo'n 6, 7 procent, en dat neemt dus toe, het slechter gaat, het cumuleert sociale problemen, inkomensproblemen, gezondheidsproblemen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over niet-westerse migranten, bijstandsmoeders en eenoudergezinnen. Ook sommige groepen ouderen, maar lang niet allemaal. En precies in die groepen neemt de kwaliteit van leven dus af en worden de verschillen tussen mensen die hoog kwaliteit van leven hebben en mensen die dat minder hebben, die verschillen worden groter. En het SCP schat in dat nu de economie aantrekt, de conjunctuur weer wat positiever is, het consumentenvertrouwen toeneemt, weliswaar de financiële situatie van Nederland toeneemt, maar dat de sociale gevolgen van de economische crisis de komende tijd nog heel duidelijk merkbaar zullen zijn in die groeiende groep van 6 tot 7 procent van de bevolking. En dat zijn precies ook de doelgroepen, dat treft de doelgroepen waar ook de gemeente in de komende jaren veel zorg voor zullen hebben. Sinds de troonrede van 2013, de eerste van koning Willem-Alexander, is het debat over de Nederlandse verzorgingsstaat sterk in de ban van het woord participatiesamenleving. Het werd het woord van 2013. Wat betekent het eigenlijk? Was de verzorgingsstaat ook niet bedoeld om mensen te laten participeren? Wat je zou kunnen zeggen is dat. Het een hele fundamentele omkering in denken met zich meebrengt. Het is namelijk niet meer een overheid of professionals die in een collectieve regeling mensen automatisch een recht op zorg, op werk of op zekerheid geven. Maar het begint vooral eerst bij jezelf als individu, bij mensen zelf. Wat kun je zelf doen om jouw situatie te verbeteren? Wat kun je zelf doen om passend werk te vinden? Wat kun je zelf doen om de zorg die je nodig hebt te organiseren? Als je het zelf niet kunt. Dan ga je kijken bij je familie, bij je buren, je sociale netwerken of die je kunnen helpen wel te participeren in werk, zorg of vrije tijd. En als ook dat niet lukt, dan is er een overheid die professionals in kan schakelen om jou te helpen op al die terreinen van het maatschappelijk leven. En dat is in de kern het denken over de participatiesamenleving. Eigenlijk is onze arbeidsmarkt fundamenteel in verandering. Er komen meer mensen op de arbeidsmarkt, meer vrouwen. Meer diversiteit, mensen met verschillende achtergronden. En er is minder werk te verdelen. Je ziet dat er meer kortdurende banen zijn, bijvoorbeeld ook van 12 tot 24 uur. Je ziet dat er meer flexwerk is, dat mensen meer banen combineren of het werk combineren met zorg. Dat zijn allemaal heel fundamentele veranderingen waar de technologie nog eens bovenop komt. Wat we op dit moment zien is dat technologie, internet, heel veel werk van mensen aan het overnemen is. Onze conclusie is dan ook, als je al deze veranderingen bij elkaar optelt, dat die mensen die in de afgelopen jaren hun baan zijn kwijtgeraakt en dat zit niet allemaal aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar ook bij hoger opgeleide dat die niet automatisch diezelfde baan weer terug zullen krijgen. Juist doordat technologie en internet een andere rol gaan spelen. Dat betekent dus dat je anders moet gaan nadenken over wendbaarheid. Ben je wendbaar? Leer je voldoende? Leer je een leven lang? Ben je in staat? om naar een andere baan te switchen of om je werk te combineren met iets anders wat maatschappelijk nuttig en zinvol is. Dat zijn de vragen waar de arbeidsmarkt op dit moment voor staat. En gemeenten zullen mensen een beetje moeten helpen daarmee, met onderwijsaanbod, met werkgeversafspraken moeten maken over hoe je banen combineert, hoe je maatschappelijke stages inricht. Dat zijn enorm belangrijke zaken om die wendbaarheid te bevorderen. Als je je realiseert dat op dit moment 1,6 miljoen Nederlanders aan de kant staan met een uitkering. Als je je realiseert dat 700.000 mensen in ons land werkloos zijn, dan roept dat een hele zware opdracht voor gemeenten op om naar die wendbaarheid te kijken, afspraken met bedrijfsleven en onderwijs te maken. Dus die participatiesamenleving ja, die gaat ook over werk en inkomen. Wij constateren bij het SCP dat nog maar heel weinig gemeenten op dit moment regionaal arbeidsmarktbeleid hebben, bijvoorbeeld gericht op mensen met arbeidsbeperkingen. Maar een heel concreet voorbeeld daarbij kan zijn de verbinding die gemeenten met bijvoorbeeld zorginstellingen en onderwijsinstellingen hebben. Wij kwamen erachter dat heel veel ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen. vaak de grootste werkgever in een regio zijn. maar dat er nog lang niet altijd goede afspraken met gemeenten en bedrijven zijn. over hoe zij omgaan met stages, met deeltijdwerkers. Een ziekenhuis is vaak de grootste werkgever. heeft vaak het grootste aantal mensen met deeltijdwerk in zijn instelling. Dat zijn dus ook allemaal mensen die deels ook mantelzorgen of kunnen mantelzorgen. banen kunnen combineren, ook nog leren. En daar heb je dan ook meteen de verbinding met de onderwijsinstellingen die juist weer op in moeten spelen en kunnen spelen wat er in zo'n ziekenhuis en wat er in een gemeente nodig is. Dit zijn de voorbeelden waar gemeenten mee aan de slag moeten. Als je nog niet als wethouder met je ziekenhuisdirecteur uit de omgeving een gesprek gehad hebt, dan zou ik zeggen: ga dat maar eens snel doen, want dat gaat niet alleen over zorg, dat gaat over regionaal arbeidsmarktbeleid. Een ander terrein van de participatiesamenleving is dat van de zorg en de maatschappelijke inzet. En daar gaat een heel groot deel van het debat tot nu toe over. En dat is ook wel terecht. Mannen en vrouwen worden oud in Nederland en worden vaak gezond oud. Waar leidt dat toe? Dat leidt ertoe dat als we door onze oogharen richting 2040, 2060 kijken, dan zien we dat er zo'n. 4,8 miljoen mensen boven de 65 jaar oud zullen zijn. Even de vergelijking naar vandaag de dag. Op dit moment hebben we zo'n 2,6 miljoen 65-plussers. Dat is zo'n 15% van onze bevolking. Dat betekent dat richting 2060 er dus bijna een verdubbeling van het aantal 65-plussers is. Nou, dat is op zich al een flinke ontwikkeling. Maar de helft van zeg maar die ongeveer vijf miljoen zal boven de 75 zijn. Dat betekent dat je het anders moet gaan organiseren. Dat gaat over zorg in de wijk. Dat gaat over mantelzorg, vrijwillige inzet. Dat kan gaan over het zorgen voor je partner, voor je ouders. Dat is mantelzorg. Daar rol je in. Dat is geen vraag. Dat doe je gewoon voor je ouders of voor je familie. En heel veel mensen voelen zich ook niet meteen mantelzorgen, maar dat doe je gewoon. Dus het betekent niet dat er geen bereidheid is bij anderen om het te doen. Maar het ontbreekt soms gewoon aan de tijd en aan de mogelijkheden om het te kunnen combineren met werk. Daar is dus inzet nodig. Dat betekent mantelzorgondersteuning door gemeenten. En niet alleen in foldertjes bij het gemeentehuis, want ik zei al, mantelzorgers herkennen zich vaak niet eens in die term. Je zult ze dus op alternatieve manieren via het ouderenwerk, via zorginstellingen of via het vrijwilligerswerk moeten benaderen. En daarnaast zijn er nog heel veel mensen die best bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Maar dat is niet drie keer op een dag bij ouders, grootouders, buren of mensen een straat verderop checken of ze hun medicijnen gebruiken. Dat kan ook even het vervoer naar de apotheek zijn, hulp in het huishouden. Iets in de omgeving van het huis doen. Of gewoon de administratie voor een ouderen invullen. Dat zijn klussen, die kun je voor of na het werk doen of in het weekend. En dat vraagt ook weer meer inzet en ondersteuning van gemeenten. En dat, dat moet de gemeente in de komende tijd goed op orde hebben. In dorpen die verder weg van steden gelegen zijn, zien we dat er krimp optreedt, dat er problemen met leefbaarheid zijn, dat de economie Minder wordt, midden- en kleinbedrijf wegtrekt, panden leeg komen te staan. Als gevolg van dat alles bij elkaar zien we dat de sociale status daalt. Dat betekent minder werk, minder inkomen, afname van gezondheid en toename van schulden. Dat is een probleem voor die gebieden, terwijl het in dorpen dicht bij de stad er allemaal iets rooskleuriger uitziet. Wat betekent dat? Nou, als we gaan kijken naar de bereidheid van mensen om zich bijvoorbeeld vrijwillig in te zetten, dan zien we dat dat in dorpen nog steeds groter is. Dan bij de steden of in de steden. Maar toch neemt het juist in die krimpgebieden ook af. En zien we dat ouderen ook meer voor elkaar moeten gaan zorgen. omdat er gewoon minder jonge mensen zijn. Ze vinden dat niet altijd erg. maar je moet ze er wel een handje bij helpen. Bovendien wordt het in die dorpen waar krimp en leegstand spelen. nog belangrijker dat veiligheid en tevredenheid over de wijk. dat daar aandacht voor is. Wat wij hebben gezien in ons onderzoek naar de krachtwijken. was onder meer dat wanneer je mensen meer. Bij hun omgeving betrekt, meer vraagt naar wat ze als onveilig zien, dat dan ook het optimisme over de toekomst en over de leefbaarheid in de wijk toenemen. Kortom, ruimtelijke verschillen doen ertoe en als gemeente moet je heel goed weten wat je investeert in welke wijk en welke mensen daar wonen. De participatiesamenleving kent ook een democratische dimensie. Het gaat ook over meedoen in beleid en bestuur. Nu hebben lang niet alle burgers zin om op het gemeentehuis mee te komen praten in een WMO-raad te gaan zitten of in een buurtplatform. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, maar het is wel belangrijk om na te gaan hoe je mensen meer en beter bij beleid en bestuur en bij de democratie kunt betrekken. Het vertrouwen in instituties, dat ook door het SCP gemeten wordt, dat is niet zo hoog en zeker in de politiek. Maar ook in de regering bijvoorbeeld daalt het vertrouwen al jarenlang en ligt dat zo ongeveer rond de 40% van de bevolking. Als je dat afzet tegen de rechtspraak of tegen het vertrouwen in grote ondernemingen, of bijvoorbeeld het vertrouwen in de media, dan is het verschil groot. Zo'n 65 tot 70% van de Nederlanders vertrouwt de media. En 40% dus de politiek. Die verschillen, ja, die moet je als gemeente eens goed tot je nemen. En wat betekent dat dan voor de inrichting van de democratie? Het betekent dat je social media moet inzetten. Het betekent dat je nieuwe technologieën moet inzetten, omdat je daarmee vele grotere groepen burgers kunt betrekken en men daar ook veel vertrouwen in legt. Je kunt. Bijvoorbeeld, zoals men in een stad als Amersfoort heeft gedaan na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, grote groepen op basis van een selectie uit de gemeentelijke basisadministratie betrekken om via social media en stemrondes mee te bepalen wat eigenlijk de prioriteiten in de wijk en de buurt moeten zijn. Het roept wel twee dilemma's op die ik mee wil geven aan gemeenten. Het eerste dilemma is: hoe bevoogdend of hoe faciliterend wil je eigenlijk als gemeente zijn? Ga je mensen iets opleggen, namelijk dat ze moeten meedoen of dat ze iets moeten vinden, of dat jij als gemeente bepaalt dat dat eigen verantwoordelijkheid is? Of geef je ze de mogelijkheid, probeer je ze te verleiden, probeer je ze automatisch mee te laten doen? Daar zul je als gemeente positie moeten kiezen. Wie laat je meedoen, hoe doe je dat en wil je een bevolgende overheid zijn? Het tweede dilemma is dan, als je mensen dan bijvoorbeeld via social media laat meebeslissen wat de prioriteiten van gemeenten zijn, ja dan moet je het niet laten overroelen door een gemeenteraad die het er niet mee eens is. Als je dat namelijk doet, als een wijk bepaald heeft wat ze belangrijk vindt, maar twee weken later een gemeenteraad zegt. Wij hadden er toch net iets anders over gedacht. Ja, dan heb je het dilemma van de representatieve en participatieve democratie in één notendop geschetst en de grootste teleurstelling bij je bevolking georganiseerd. Wees dus helder over de spelregels, over de verwachtingen, over wat je met de uitkomsten gaat doen. Maar zorg er ook voor dat burgers niet alleen over stoeptegels of over bezuinigingen mee mogen praten, maar laat het dan ook echt. Ergens overgaan, namelijk de prioriteiten van de gemeente voor de komende tijd.